gaat goed met Yuki Kobayashi. De 24-jarige Japanner speelt wekelijks, is belangrijk voor het team en heeft het naar zijn zin in Heerenveen. Naast Yuki woont er in Heerenveen nog een Japanner. Schaatser Kei Verbij is half Nederlands, half Japans en dus zochten we hem op in Tialf voor een bijzondere ontmoeting tussen de beide topsporters. はじめまして。小林幸です。白馬海です。My name is Yuki。今日プレゼント持ってきました。ありがとうございます。名前入りでサインも入れてます。かっこいい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、でも、シェイクはファイトシュート、マン。Nummer 21 is mijn geluksgetal, dus dat komt rustig uit. Ik wil helemaal zonder. これはそのティアフっていうスケートリンクなんで、それこれはその毎回そのすごい世界距離別とかワールドカップとかこういうのまあホストしてくれるので、これそのオランダで一番大きいアイスリンクですね。そこでなんか子供がこんななんか遊んでる感じ。そう。でもいやそれは。ここでは試合ないのだ。あそこで試合なんです。ここは試合じゃないんだ。ここはじゃないです。ここはその遊びの氷場で、あそこはそのレースとかやるところですよね。もう全然違うんですか。いや、こっちはその外側は400メートルで、多分中側は多分333ぐらいだと思うんで。氷の質は一緒ですか。そう、一緒です。氷は全部一緒です。あ、そうなんだ。はい。Ik ben Kai Verbij, ik ben 22 jaar. Ik schaats voor Plantina.nl en ben dit jaar Europees kampioen en wereldkampioen sprint geworden. En ik heb een goed seizoen gehad. Ja, ik was eerlijk best wel blij toen ik hoorde dat een Japaner bij Heerenveen zou voetballen. Ik bedoel, dat zie je niet vaak überhaupt dat een Japaner naar Nederland komt. En dat is super gaaf. Ik wil een keertje bij zijn wedstrijd komen kijken, maar ik had hem nog nooit echt ontmoet. En vandaag. Heb ik hem voor het eerst ontmoet en dat was wel superleuk. Ja, want hoe zit het met jou? Jij spreekt Japans, maar je bent ook Nederlands. Ja, hoe zit het? Ik ben half Japans, dus ik denk dat je het ook wel kunt zien. Mijn moeder heeft me Japans geleerd en daarom ik ben gewoon 2 dagen opgevoed. Ik moet wel zeggen dat mijn Japans wel steeds minder wordt, aangezien ik het wat minder spreek. Maar het is wel even leuk om Japans te kunnen spreken met iemand. En ik denk dat Yuki ook een poosje niet echt Japans mee heeft gesproken met iemand in Nederland, dus goed, ik denk dat het voor beide leuk is. やっぱ日本語喋れるとすごいこう安心感あるし、その世界で戦う人を目の前にして、やっぱこうモチベーションが上がりました。日本でアイススケートの大会があって試合見に行くよっていう人は一人も聞いたことないんで、オランダでこんなに盛り上がってて本当にびっくりしました。どうして動くかっていうと、なんか動くと楽しんでます。はい、娯楽はないですけど。まあ、それなりに楽しんでます。料理できるようになったし、まあ、掃除洗濯も自分で毎日やんなきゃいけないし、家事全般できるようになってます。年下とか年上とか関係なく、みんな自分の意見をズバズバ言うところは全然日本と違うなと思います。Ik denk dat vooral het cultuurschok voor hem zal zijn dat wij Nederlanders wat directer en misschien onbeschofter overkomen in Japan. Want in Japan heb je, Je moet heel formeel praten tegen mensen die ouder zijn en die je ook nog net hebt ontmoet. Dus het is, Nederlands zijn dat opzicht in verhouding wat onbeschoft. En dat is niet erg, want ik vind dat wat wij Nederlanders hebben ook gewoon super mooi. Maar er is een heel groot contrast tussen Japan is echt heel veel respect en Nederland is gewoon iedereen hetzelfde behandelen. En dat is een beetje het groot verschil en ik weet niet hoe hij ermee omgaat, maar ik denk dat hij er wel prima mee om zou kunnen gaan. Heb je daar misschien ook tips voor hem over? Tips. Hoe omgaan met de Europese cultuur? Gewoon op terug doen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik bedoel, het heeft geen zin om je heel onderdanig te gaan gedragen in Nederland. Want dat helpt je niet verder. Maar het is een voetbal, dus ik denk niet dat hij zo is. Want als je zelf wat onderdanig gaat opstellen, ook in het veld, dan doe je het niet goed. En hij doet hartstikke goed nu, dus hij doet het voor mij prima. Same color. まあ、サッカーもそうだし人生もそうだけどやっぱ難しい時期も絶対あるんで、まあ、そこをどう過ごすかっていうかどういう気持ちの持ち方で過ごしていくかで自分の未来とか来年再来年っていうのが決まってくると思うから別にそんな焦ってはないです。自分のポジションは守備が求められるんで、まあ、スピードパワーあともっとこうサッカーの頭をよくしていきたいな戦術をもっと自分で作ってとか、まあ、監督の戦術をもっと理解する能力をもっとつけたいなと思います。本当はもうちょいこう攻撃的な選手なんだけど、
今まあチームの事情で守備の方が多くやってて、まあ自分的にはまあいい勉強になってるけど、もうちょいこうオフェンシブな攻撃的なポジションもやりたいなとは思ってます。あのすごい傲慢だったんですよ。傲慢って分かりますか？あの自分勝手、自己中だったんですけど、まあ自分がもう一番みたいな。だけどまず周りを見て人のためにっていう風にこう変えてからすごい良くなりました。プレーも。でこっちがヘレンフェンのですね。おー来た日と、来た日、来た日が8月15日だったんで、16年の。いいですね。でまあ、自分のメッセージと背番号。あれヘレンフェンはみんなこういうの大好きですよ。これヘレンフェンのマークなんですよね。そうそうそう、一応そのマーク何なのか知ってます？ポンポプラットですね。そうそうそう、ハートじゃなくて、はいはい、そう知ってます。もちろん勉強してそれを知って入れたんですよ。はい、あーすごいです、はい、おーいいですね。カイ君も入れた方がいいんじゃない？ He can get オリンピックの、オリンピック、オリンピック T of the オリンピック。 What are your dreams? My dream? ワールドカップでに出てやっぱこうベスト4とか、まあ、優勝を狙えるような位置まで行きたいなとは。今回は、招集されなかったけど、まあ、あのまた次、その次ってチャンスあるんで、まあ、ワールドカップ本大会までに代表でスタメンを取れるようなプレーをしてればいいかなって。そうやって使うんですか？これは本当こうやって取って持ってスケートするつもりなんですけど、でもスケートないですか？え、全然大丈夫じゃん、これだったら。いや、本当こんなこうやってできますよ。ja, hij is gewoon, gewoon echt een Japanner. Gewoon, ja, ik weet niet, hij was eerst een beetje formeel naar me toe en ik ook naar hem, want zo ben ik ook opgevoed door mijn moeder. Dat is gewoon heel normaal. En, maar hij is super aardig en hij is zeker niet arrogant. En het is gewoon een mooie fan, denk ik.